Goedemorgen, beste kijkers van Fred TV. Vandaag wil ik jullie meenemen in een stukje kunst en cultuur binnen onze maatschappij. Graag wil ik jullie laten zien mijn laatste ontwerp voor een van de rotondes in de Reeshof. Het is een beeld met een monumentaal karakter. Ik laat hem eventjes zien. Het is een beeld ook met een bepaald idee. Met dit beeld willen wij graag opkomen voor de eenzame en alleene sok. U kent het probleem vast wel. Uit de was komt één sok, de andere sok bent u kwijt. Dit probleem is vrij groot, want wij gooien deze sokken namelijk ook niet weg. Maar we gebruiken ze ook niet. Dus door dit beeld te plaatsen en dit probleem onder de aandacht te brengen, hopen wij dat deze eenzame sok vaker gebruikt gaat worden. Ook in combinatie met een andere eenzame sok. Daarvoor willen wij graag één dag in de week uitkiezen. Zodat de inwoners van Tilburg en vooral ook de wijk De Reeshof deze sokken gaan dragen. En ook dit probleem onder de aandacht brengen. Dus wij kiezen de donderdag uit, vanaf aanstaande donderdag. En roepen wij en vragen wij om iedereen 2 verschillende sokken te dragen. En daardoor de sokken weer te gebruiken. Dit beeld zal op een van de rotondes dus geplaatst worden. En wij zeggen altijd maar zo: al is een sok zo eenzaam en alleen, draag er 2 en dan maken wij geen probleem. Tot ziens.